In deze video ga ik jullie tonen hoe je een automatische wietvorm kan maken in Minecraft. Dus ja, laten we meteen beginnen. Ik wil wel nog even zeggen dat deze farm niet alleen werkt voor weed, maar die werkt ook voor carrots, potatoes, beetroot enzovoort. Ik zou aanraden om de video twee keer te kijken, want de eerste keer kan je dan gewoon even rap zien hoe dat ik het doe. En de tweede keer kan je dan gewoon stap voor stap meevolgen. De eerste stap is gewoon een lijn graven van 1 diep en 10 breed. 10 breed heb je gedaan, doe dan in elke hoek gewoon 1 emmer water. Dan kunnen we in de middenste twee blokken daar gewoon signs plaatsen, want dan komt daar geen water. En dan gaan we daar twee naar beneden plaatsen, kunnen we daar chests plaatsen. En op die chests gaan we dan hoppers plaatsen. En ja, wat er dan gaat gebeuren is, de items gaan dan uh, in die waterstroom gaan en via die waterstroom in de hoppers gaan en zo in de chest. Dus ja, dan kunnen we dat gewoon storen in de chest. En stel je wilt meer storage, dan kan je nog steeds gewoon die chests langer maken of daar, bij hoppers daar dan meer chests aan doen, maar oké. Okay. Dan moeten we 9 blokken naar de zijkant minen. En als je dat doet, dan ga je normaal zien dat op het laatste blok dat er daar geen water komt. Vervolgens gaan we dan een sign daar plaatsen, zodat het water niet naar de zijkant kan. Want ja, we willen dat water langs de andere kant komt. Want als het water van dat organisatiesysteem komt, dan gaat dat onze hele watertoevoer in de war brengen en dat gaat gewoon kut zijn. Je hoeft er niet, een sign hoeft niet per se, maar ik vind dat gewoon nicer als daar wel een sign is. En zorg natuurlijk wel dat je dit langs de twee kanten doet. Daarna ga je één blok schuin naar links van je gracht en ga je daar weer zeven blokken naar voren gaan. Dan moet je een verhoging maken van deurts uh, rechts van je cobblestone, maar je moet ook nog eentje terug. Dus het is uh, eentje korter dan uw cobblestone, maar het is wel eentje meer terug dan uw cobblestone. Dus je hebt nog steeds zeven blokken uh, lang, maar dan is het in plaats van eentje meer naar voren, is het eentje meer naar achter. Stel je hebt de ballen begrepen van de uitleg wat ik nu doe. Uh, kijk gewoon wat ik hier doe op het beeld. Maar die vorm is niet zo moeilijk om te maken, maar het is gewoon als de rest er nog niet staat. Van, dan wordt het een beetje ingewikkeld en ziet dat er misschien debiel uit. Maar dat gaat echt later nog wel duidelijk worden. En aan de achterkant van die verhoging met deurt gaan we dan weer een rij kobbelstoon zetten. Nu gaan we dan water laten ja, gaan tussen die verhoging van deurt en dat kobbelstoon. En dan ga je zien dat dat mooi gaat gaan tot het zijn. Dit water gaat gebruikt worden om onze planten water te geven. Wat ik persoonlijk dan nog handig vind om te doen, is gewoon boven dat water met cobblestone of cobblestone slips of zo gaan bouwen. Want dat is dan gewoon nicer, want dan zie je dat water niet. Dus ik vind dat persoonlijk mooier. Zorg natuurlijk dat je dat gaat doen aan de linkerkant, maar je moet dat natuurlijk ook doen aan de rechterkant. Bij uw achterste rij cobblestone wil je er nog eentje bij doen, want, dan, ja, want we gaan daar straks water tegen zetten, En anders gaat het water gewoon langs de achterkant eruit lopen en dat is niet bepaald handig of zo. Dan gaan we nu een rij kobbelsteun maken waar we dan onze pistons tegen kunnen zetten. En je mag die rijkobbelsteun ook gewoon laten staan. Het maakt niet echt uit of je die nu weg doet of niet. Maar ik vind dat persoonlijk mooier als die blijft. Maar oké, okay, dan ga je ook nog één rij naar beneden graven. Want dan kan je daarin gaan staan. En dan kan je zo pistons maken die dan zo naar beneden kijken. Want je hebt wel echt wel pistons nodig die naar beneden kijken. Als die niet naar beneden kijken dan heb je daar gewoon niks aan die pistons. En dan moet je natuurlijk de gat weer gaan opvullen, want anders is dat ook gewoon. Anders gaat dat water niet echt bepaalde ver stromen of zo. Dan gaan we nu over onze pistons redstone doen. Want, uh, ja, en dan moeten we dat redstone doortrekken. Langs een van die zijkanten, maar zorg wel dat je daar ook een repeater plaatst. Want zonder repeater gaat dat redstone signaal niet ver genoeg komen. Want een repeater zorgt er gewoon voor dat je redstone signaal veel verder geraakt. En aan het einde van dat redstone signaal zet je dan gewoon een hendel. Oké, okay, ik heb even de hendel. En dan kan je die hendel gewoon uh, ja, indrukken. En wat er dan gaat gebeuren is die pistons gaan naar beneden gaan. En dan kan je achter die pistons water plaatsen. Want als je die pistons dan weer naar boven gaat doen. Dus als je weer op de hendel gaat klikken gaan de pistons naar boven. En gaat dat water gaan stromen. Want uh, op, dat, op al die deur dat we nu tussen die... Ja, Tussen die cobblestone lijnen hebben, zal ik het zeggen. Daar gaan we farmland van maken. En daar kunnen we dan gewoon ja. Dus wheat, carrots, potatoes op planten. En als we dan die lever naar beneden gaan doen. Of naar boven ik weet niet juist wat is. Dan gaat al dat water stromen. En gaat al, gaan al die carrots of potatoes of wat de fok je daarop hebt geplant. Uh, mooi in ons sorteersysteem in de chesten gaan. Dus zo werkt uh, die farm eigenlijk. Ik vind deze vorm persoonlijk best wel goed, omdat je kan die oneindig laten doorgaan. Omdat water, als je 7 blokken dat laat stromen en dan 1 blok naar beneden gaat, kan dan weer 7 blokken stromen, dan moet je weer eentje naar beneden en zo kan je dat dus eigenlijk oneindig uitbreiden. Maar oké. Okay. Als je de video tot nu toe al handig vond, zou ik het aanraden om te abonneren, want dan mis je nooit meer een tutorial video en sowieso zet het belletje aan, want dan krijg je een notificatie als ik een nieuwe tutorial video upload. Ik ga dat nu knippen tot waar ik toon hoe dat de vorm eigenlijk werkt. Als we dan nu op de hendel gaan drukken ga je zien dat er redelijk veel water gaat beginnen stromen. En dat water gaat dan al je crops kapot maken. En de loot wordt dan zo geduwd in het sorteer sorteersysteem. En het, uh, de items gaan dan in de hopper. En zo uiteindelijk ook naar de chest. Ik weet er zitten alleen nog maar seeds in de chest. Maar de rest van de items zitten nog in de hopper. Want het duurt wel even om via de hoppers de items in de chest te doen. Links op je scherm zit nu een video over een automatische bamboe farm. Als ik u was zou ik die zeker even kijken want dat is ook een hele handige video. Daag!